niet geboren en getogen, maar vanaf 91 ben ik Amsterdammer. En De Pijp is mijn dorpje. En dat komt omdat ik samen met de buren tuintjes onderhoud en heb aangelegd. Dus de Pijp betekent voor mij nu waar ik woon. En wat betekent ik voor De Pijp? Ik zorg voor vergroening in de buurt. Wil je mijn spullen zien? Ik heb vandaag meegenomen een gieter. Dit is niet mijn enige gieter. Ik heb denk ik 6 gieters voor de hele straat. En ik heb ook kleine regentonnen en ik heb hele, hele grote regenzuilen waar 400 liter water in zit. Maar dit symboliseert ook een beetje het plezier en het harde werk wat we in de Groene Straat stoppen. Het Natuur- en Milieuteam heeft mij geholpen met het plaatsen van die regentonnen. En ik heb ook 1 regenton van ze gekregen. Dus ja, die regentonnen dat is, en het water geven is... dat is een beetje het symbool voor de goede samenwerking die we hebben met het Natuur- en Milieuteam. En dit is mijn kleinste gietertje. En daar kunnen de kinderen mee water geven. Dus we vinden het geweldig om het kraantje open te draaien en de gieter vol te laten lopen. En dan al die plantjes water te geven. En de oudste buurvrouw is 83. Dus die zit op een bankje en die wijst aan. Heb je dat plantje gezien? Daar moet je nog even naar kijken. En de jongste is dan, dat zijn de kinderen van 4, 5, die met het gietertje aan de slag gaan. Voordat ik met de geveltuinen en de plantjes begon, kende ik niemand in mijn straat. En nu ken ik bijna iedereen.